Zometeen in DBC Nieuws van woensdag 27 juni. E. Elisabeth Staal in de problemen. Boksel en route in het teken van voedsel. Een kleurrijk vredestapijt. Veel muziek. En een bonte stoet van geslaagden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus van der Horst Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Het voortbestaan van het eetpunt in zorgcomplex Elisabethsdaal staat op losse schroeven. Woonstichting Sint-Joseph nam de instelling eind vorig jaar over van zorggroep Elde, maar mag wetmatig geen invulling geven aan de maaltijdvoorziening. Tot 1 juli hebben medewerkers van Elde het eetpunt nog onder hun hoede. Daarna zijn er vrijwilligers nodig die de zaak draaiende houden. En daaraan was een groot tekort. DBC Nieuws ging op bezoek bij de bewoners van Elisabethsdaal. Goedenavond. We eten vandaag heldere kippensoep of gebonden kalfsoep. 1 juli is het afgelopen, denk ik. Hoe vindt u dat? Nee, dat vind ik niks. Je moet een beetje nadenken wat ze doen. We weten helemaal niks. Dat is het ergste nog. Dat vind ik helemaal waardeloos dat ze dat zo regelen. Ik merk dat u wel erg boos bent. Ja, dat ben ik ook. Ze moeten aan de woord blijven wat ze verteld wordt. Wat een directeur vertelt. En wat is dat precies? Nou, hier zou niks veranderen. Maar hierboven, die mevrouw is afhankelijk van de keuken. En die gaat weg. Wat zou er moeten gebeuren? Nou, er zou moeten gebeuren dat ze eerst hadden alles rond hadden moeten maken. Dat die mensen wisten waaraan dat ze waren. Dat weten ze helemaal nog niet. Hoe vindt u het fijn dat het hier gebracht wordt? Ja. En is de soep lekker? Ja, is lekker. Hij is goed warm. Maar dit gaat veranderen, hè? Vanaf 1 juli weet ik nog niet hoe dat ze het met eten doen. Want dat weten ze beneden ook nog niet. Maar ze hebben steeds maar gezegd dat er 1 maaltijd zou komen. Maar restauranthoudsters allemaal, die moeten vervangen worden door vrijwilligers. En dat wil niet erg lukken. Ik ben hier in de appartementen gaan wonen, juist omdat ik toen op dat moment ook heel slecht uit de weg kon. En dat er hier een eetpunt was, waardoor ik dus makkelijk aan mijn eten kon komen. En dat halen ze nu in 1 keer weg, zonder dat eigenlijk iemand er iets van af wist. En mensen weten nu nog steeds niet waar ze aan toe zijn. De regering zou eens heel erg goed moeten kijken. En ook ik vind dus ook de woningbouw en Elde moeten gewoon rond de tafel. Die moeten gewoon zorgen dat hier het plaatje een beetje rondkomt. En dat de mensen weten en de gemeente, de Van der Weem of wat dan ook. Maar die moeten gewoon eens rond de tafel en zeggen van oké, dit gaan we hier verwezenlijken. Hier blijft het één punt van Oost. Dat blijft hier gewoon. We moeten daar mensen voor inschakelen. Want dat ze kunnen blijven eten. Zorggroep Elde, Woonstichting Sint-Joseph en gemeente Bokstel wilden niet voor de camera reageren. Voedsel was zondag het thema tijdens de 3e editie van Bokstel en route. Op 16 locaties in de gemeente konden bezoekers een kijkje achter de schermen nemen. Zo maakten zij een wandeling langs eetbare planten, bakten ze pizza's bij de La Salle en mochten ze speciaal biertjes proeven. Al deze activiteiten werden goed bezocht en de bezoekers waardeerden de uitgebreide uitleg die ze overal kregen. Centraal punt van de route was Park Indehof, achter het gemeentehuis. Daar kon iedereen terecht voor een picknick of een sportief spelletje. Wie bij de aftrap van Bokstel en route aanwezig was, kreeg nog een boterham van burgemeester Mark Buys. Hij was samen met de wethouders in het park aanwezig en verzorgde een hapje. Dat liep erg gesmeerd. Wie afgelopen week het Wereldhuis aan de Achterbergstraat binnenliep, heeft waarschijnlijk even vreemd gekeken. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers werkten enkele dagen aan een zogenaamd vredestapijt, gemaakt van dopjes, dekseltjes, cd's en schaaltjes. DBC Nieuws wilde dit niet onder het tapijt vegen en nam een kijkje in het verzorgingshuis. Het Wereldhuis in Bokstel was voor een paar dagen extra kleurrijk. Een tapijt van vrede en verbinding kreeg langzaam vorm in de ontvangsthal. Dit kunstwerk is een tijdelijk cadeau van de Witte Zusters, een kloostergemeenschap waarvan enkele leden in Bokstel wonen.
Samen met kunstenares Marianne van Heeswijk sorteerden bewoners en medewerkers de vele dopjes, schaaltjes en cd's. Meestal werd dat aan een tafeltje of aan een rollator gedaan. Dit is de PAX. Dat is Pax. En dat is vrede die wij wensen in heel de wereld. En hier staat Caritas. Liefde. Liefde. Caritas. Liefde. Wie het kunstzinnige tapijt nog wil bekijken, komt helaas te laat. Vrijdag werd alles weer opgeruimd. Maar gelukkig hebben we de beelden nog. De zomervakantie staat voor de deur. Traditiegetrouw sluiten veel orkesten het seizoen af met een muzikale noot. Zo ook de Gildebondsharmonie. Die pakte afgelopen weekend groots uit met 2 optredens. Zaterdag was er een feestelijk concert in de Tijberzaal van het Baan der Heren College. De harmonie bracht daar niet alleen eigen werk ten gehore, maar kreeg ook hulp van saxofonist Leo Jansen van het Metropolenorkest. Hij gaf de 70 muzikanten vlak voor het concert nuttige tips om ritmes en melodieën nog beter te laten klinken. De Gildebondsharmonie bracht zijn adviezen meteen in de praktijk, wat leidde tot een muzikaal swingende avond. Zondag togen de leden van de muziekclub naar Recreatieplas De Langspier voor het evenement Big Band on the Beach. Daar bracht de Big Band Bokstel, dat onderdeel is van de Gildebondsharmonie, een gevarieerd programma. 2 bevriende muziekclubs ondersteunen deze middag aan het water. Het applaus dat volgde golfde nog lang na over de Langspier. En we blijven nog even in muzikale sferen. Zondag stond de Stationstraat ter hoogte van de Reed Shop namelijk vol met liefhebbers van blaaskapellen en jong talent. De Boksterse Red River Band hield die dag de 5e editie van het Muziekstraatje, waar een 10-tal acts het podium betraden. De organiserende Red River Band schoof het Muziekstraatje dit jaar op het laatste moment nog een week naar voren vanwege Vaderdag. Daardoor was deze Lustrum-editie wat kleiner van opzet dan normaal. Het hield de mensen echter niet tegen om het evenement te bezoeken. Het terras aan de Stationstraat was de hele middag gevuld en er hing een gezellige sfeer. Zowel muzikanten als het publiek genoten volop. De organisatie sloeg voor deze editie een iets andere weg in. Ze wil namelijk ieder jaar een andere activiteit onder de aandacht brengen. Naast de blaaskapellen was er dit keer aandacht voor het jonge talent van de Star Company. En werd er meegedanst tijdens een Zumba-demonstratie. Volgend jaar wil de Red River Band het Muziekstraatje weer grootser aanpakken. De Stationstraat moet dan gevuld zijn met zo'n 7 podia en een heleboel muzikale vrienden. Zet de datum maar alvast in de agenda. Zondag 19 mei 2019. De dames op hun mooist en de heren strak in het pak. Wie in de buurt was, kon het niet zijn ontgaan. Met een traditioneel gala namen zo'n 150 eindexamenleerlingen van het Baan der Heren College in Bokstel vrijdag afscheid van hun middelbare schooltijd. In een lange stoet auto's togen de leerlingen naar het schoolgebouw. Daarbij probeerde iedereen elkaar de loef af te steken met het mooiste of meest bijzondere voertuig. Dat leidde tot enkele verrassingen, zag de verslaggever van DBC Nieuws.
Vanaf de Bossenweg vertrok het defilé van geslaagden onder grote belangstelling richting het Baanderherencollege. Veel bijzondere voertuigen trokken voorbij, met daarin scholieren gekleed in schitterende jurken of fraaie smokings. Waar de een koos voor een luxe BMW, Tesla of Mercedes, kwam de ander voorbij op een motor, legervoertuig of hummerlimousine. Schoof zijn afkomst niet onder stoelen of banken en kwam met een gierwagen aanzetten. Eenmaal aangekomen bij de school was er champagne en werd iedereen op de foto gezet. Daarna barstte voor de eindexamenkandidaten het galafeest los op het schoolplein. Voor de leerlingen was het een fraaie afsluiting van hun tijd op de Bokstelse VMBO-school. De meeste van hen vervolgen volgend jaar hun leerweg. Maar nu, eerst genieten van de vakantie. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van DBCU Nieuws voor deze week. Mocht u deze aflevering nog terug willen kijken, ga dan naar Facebook of website van Omroep Dommeland of Brabant Centrum. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.